Hallo, welkom iedereen in deze nieuwe video waarin ik het met jou wil hebben over tweelingvlammen en hoe dat je eigenlijk niet alleen een tweelingvlam bent, maar tegelijkertijd ook een karmische partner voor anderen. Tweelingvlammen en karmische partners, er wordt heel veel verteld over die karmische partners. En meer nog hoe die karmische partners eigenlijk van invloed zijn op de connectie tussen tweelingvlammen. Maar niet alles is zo zwart-wit zoals dat je misschien denkt of zoals dat het vaak afgespiegeld wordt. En er bestaat ook heel wat negativiteit rond karmische partners. Want als je zelf een tweelingvlam bent en je bent geconfronteerd met een karmische partner, dan zie je hem of haar vaak als de slechte of als de oorzaak. En dus de reden waarom dat je nog niet samen kan zijn met je tweelingvlam. Alleen wanneer je dit concept gaat gaan bekijken vanuit een hoger bewustzijn, dan zou je begrijpen dat je als tweelingvlam zelf ook een karmische partner bent voor anderen. En toen ik dat inzicht kreeg, vielen eigenlijk weer heel wat zaken op zijn plek die ik met jou natuurlijk wil delen, want dat is ook weer verbonden met de lessen waar we als ziel doorheen gaan. Nu, in films en sprookjes krijgen we een ideaalbeeld voorgeschoteld over hoe relaties en soulmate-connecties zo moeten gaan. Maar daar wordt natuurlijk geen rekening gehouden met de invloed van de connecties op jouw eigen zielsgroei. En tenslotte is elke relatie in jouw leven er om nog meer te leren over jezelf, over het leven. Zodat je kan terugkeren naar de blauwdruk van je ziel, wat bestaat uit onvoorwaardelijke liefde en eenheid. Dus het beeld dat je ingeprent krijgt via films, maar ook via voorouders en de maatschappij in het algemeen, is niet langer de manier waarop we relaties mogen gaan vormgeven. En dat betekent dus dat we bewuster mogen omgaan met relaties en met elk thema die daaraan gekoppeld is. Denk maar aan bedrog, vreemdgaan en vrijblijvende seksuele contacten. En het belangrijkste om al deze beladen thema's, waar dat heel veel oordeel aan gekoppeld is, is belangrijk om dit te bekijken vanuit een hoger bewustzijn. En wat maakt dan dat daar het belangrijkste is, is eigenlijk de noodzaak om een open mind te houden. Om ruimdenkend te zijn. Want tenslotte zit in elk van die thema's ook diepere zielslessen verborgen. En in deze video probeer ik je mee te nemen in het openbreken van bepaalde taboes. Zodat ook jij kan begrijpen en zien waar de wortel van een bepaald gedrag of het oordeel over een bepaald gedrag ligt. In gouden beschavingen zoals Lemurië en Atlantis was het dus zo dat we één partner hadden. En we hadden die op voorhand, dus voordat we geïncarneerd werden, die partner uitgekozen. En we wisten dat ook nog van zodra dat we op aarde waren. Dus die sluier van vergetelheid, zoals dat we het nu kennen, dat was er op dat moment toen niet. En dus doorheen het leven dat je toen had, waren we op energetische en spirituele manier verbonden met die zielspartner. Echter, wanneer dat het aangewezen was voor healing of voor leerling, dan kon en mocht je als toegewijde partner seksueel slash eigenlijk energetisch contact hebben met iemand anders die buiten die connectie stond. En de belangrijkste reden hiervoor was overdracht van lichtcodes en uitwisseling van energie. Gezien de energie van de mens als lichtwezen op dat ogenblik, en dus in tijden van Lemurië en Atlantis veel hoger was dan wat het nu is, bleek dat ook voor geen problemen te zorgen. Bovendien stemden alle betrokken partners in met het contact, omdat het voor ieders hoogste goed was. En dit was en is niet te vergelijken met de vrijblijvende seks die veel zielen nu hebben. Het uitwisselen van codes, van energie, was namelijk op dat moment ook geen vrijgeleide om met iedereen het bed in te duiken. Bovendien werd die uitwisseling van seksuele energie en lichtcodes ook niet op dezelfde manier tot stand gebracht zoals we dit nu kennen en zoals dat nu het geval is bij seksueel contact. Alleen de herinnering aan die vroegere contacten en hoe het vroeger was in Lemurië, die zorgen ervoor dat veel zielen dit nog blijven doen. Met dat gevaar dat hun energie versplintert en zij hun eigen energie verzwakken in plaats van te versterken. En net omdat deze seksuele contacten niet plaatsvinden vanuit een gegronde spirituele verbinding, maar vanuit de schaduwen en kwetsuren van die persoon, maakt dat die energie gaat gaan verzakken. Dus het hebben van seksueel contact zonder emotionele verbinding is eigenlijk een leugen. Waar dat veel zielen deze manier gebruiken om intimiteit en verbondenheid te ervaren, bevestigt dit enkel en alleen hoe gebroken deze zielen zich voelen.
Echter, omdat dit een diepe wonde heeft nagelaten en het aankijken van die emoties te overweldigen is, gaan deze zielen hun hart en verstand gaan scheiden. Ze denken dat ze liefde en intimiteit ervaren, terwijl het enkel een oppervlakkige bevrediging is van hun diepere verlangen naar liefde en verbondenheid. Dus kort gezegd, seks zonder emotionele verbinding is eigenlijk een leugen. Het brengt niks bij aan je zielsgroei, nog aan jouw geluk. Integendeel, je verliest energie en je geeft levenskracht weg. Wanneer je de ziel in je relaties betrekt en ook toelaat, zal je merken dat het veel moeilijker is om seksueel met iemand te verbinden als niet alle niveaus betrokken zijn. En enkel vanuit de mind, en dus een pure 3D-wereld, is het mogelijk om seks te hebben als een verlichting van stress. Maar om seksuele energie te ervaren als zijnde voedend en als een magische creatieve energie die het werkelijk is, moet je ziel immers meedoen. De alchemie van het leven zit verborgen in de manier waarop jij je seksuele energie en dus je levensenergie gebruikt. Geef je het elke dag weg aan de illusies van de materiële 3D-wereld of krijgt je ziel de aandacht en liefde die het verdient? En daar is zeker geen oordeel over het al dan niet hebben van vrijblijvende seks, want elk contact die je hebt met een andere ziel heeft ook een hogere reden. Een les voor je ziel. Dus daar ga ik op dit moment niet dieper op in, want ook voor dat is voor iedereen en elke ziel anders. Maar het is belangrijk om voor ieder voor zich de vraag te stellen van waaruit dat je aan vrijblijvende seks doet, of van waaruit dat je beslist om friend with benefits te hebben. Want ook daar zit er altijd een les in, en hoe dan ook een weerspiegeling van jezelf. Dus gebruik die spiegel, want dat zal je ziel weer verder laten groeien. En zo komen we tot het stuk rond bedrog. Wanneer dat jij bedrogen wordt in een relatie of hiermee geconfronteerd wordt, dan zijn er opnieuw een aantal zaken die gespiegeld worden. Wat je geleerd wordt als ziel. Nu, vanuit het eenheidsbewuste bekeken, is bedrog verbonden met jouw gronding en het ervaren van onvoorwaardelijke liefde. Want wanneer je het thema bedrog bekijkt vanuit een lager bewustzijn, dan zie je enkel een dader en een slachtoffer. En dat maakt dat jij, als waarnemer van je realiteit, je dus ook gescheiden voelt en niet in je kracht staat. Het overkomt je. Omgekeerd, als dader van het bedrog, sta je ook niet in je kracht. Maar mocht dat wel zo zijn, dan zou je de moed en de kracht hebben om je partner aan te spreken en uit te leggen wat je mist in de connectie. Wat de ware reden is dat je op zoek gegaan bent naar iets buiten je relatie om een leegte in jezelf te vullen en te gevoeden. En daar ligt het stuk rond bedrog. Wanneer beide partners volledig open en volledig emotioneel betrokken zouden zijn in de relatie, dan zou er geen behoefte zijn om te gaan zoeken bij anderen. Wanneer dat er voldoende veiligheid, geborgenheid is in die connectie, dan zou je durven te uiten dat er nog een leegte is in jezelf. En ook daar ligt niet de schuld bij je partner, maar ligt die verantwoordelijkheid bij jezelf. Zolang dat jij verwacht van je partner dat hij of zij jouw liefde moet gaan geven, jou moet gaan vervullen, jou moet plezieren, dan creëer je eigenlijk enkel en alleen maar een bodem van ontgoochelingen. Want elke verwachting die je hebt ten aanzien van je partner of een relatie, is er om pijn en verdriet te veroorzaken. En daar komt het stuk onvoorwaardelijke liefde en eenheid om de hoek kijken. Wanneer je het nodige innerlijke werk doet, dan zal je de leegte die je in jezelf voelt kunnen helen. Waardoor dat je niet meer vanuit afhankelijkheid in de relatie stapt. Je beseft wat je waarde is en dat weerspiegelt zich in jouw connectie. Dus stel jezelf de vraag van waar komt het idee dat je slechts met één persoon in een relatie mag zijn. Terwijl dat we net leren door het aangaan van relaties. En let op, ik bedoel hier niet mee dat ik aan het pleiten ben voor polygamie, zeker niet. Maar ik trek het thema open, zodanig dat je ruimdenkend wordt en gaat gaan kijken van langs alle facetten, langs alle kanten van het probleem of het obstakel dat je tegenaan loopt. Want wanneer je angstvallig vasthoudt aan één persoon om mee in een relatie te zijn en dat die persoon nooit met een andere persoon intiem mag zijn, dan komt het vooral voort vanuit de angst om geen liefde te kunnen delen met anderen. En dus is verbonden ook met je eigen waarde. En daarom worden we geduwd om eerst onszelf te verbinden met de bron van het alle leven, met het universum, met God of hoe je het ook wil noemen, zodat we niet meer afhankelijk zijn van anderen om liefde te ervaren en te voelen. En wanneer je dan samenkomt met een ziel die zelf een eenheid is, dan creëer je ook eenheid in je relatie en kan je de magie van een bewuste relatie ervaren. En zoals met alles is, save the best for last. En dit inzicht kreeg ik van het liedje met dezelfde titel. Want de beste relatie wordt natuurlijk als het laatste gehouden. In eerste instantie omdat jouw kwetsuren en onzekerheden anders alles zou verpesten. Maar ook omdat hetgeen ontstaan vanuit onvoorwaardelijke liefde
ook een spiegel is van de onvoorwaardelijke liefde. En dat kan niet bestaan wanneer nog een spiegel, wanneer je eigenlijk nog een spiegel bent van de ballast en de onzuiverheden die we doorheen onze verschillende levens, wat we vaak kennen als karma, hebben geabsorbeerd. Dus het is belangrijk dat je zelf de spiegel wordt van onvoorwaardelijke liefde. En dan ga je dat ook weer spiegeld zien naar anderen. En daarom gaan we vaak doorheen verschillende relaties. We werken zogezegd karma uit met andere partners, vooraleer we onze ultieme diepe zielsconnectie ontmoeten. Want we leren via deze relaties en healen ongezonde patronen, zodat we een zuiver kanaal van onvoorwaardelijke liefde worden. Want dan pas kan je de volledige omvang en die diepte van een diepe zielsconnectie, zoals bijvoorbeeld een tweelingvlam of een tweelingziel of een high soulmate, echt ten volle en ten diepe gaan ervaren. Zonder dat het jou afschrikt en zonder dat, al die schaduwen en die angsten getriggerd worden. Dus kijk waar dat jij nog werk te doen hebt aan jezelf. Waar heb je nog te healen? Welk gedrag triggert nog een schaduw in jezelf? Dus waar is liefde als licht nog een trigger voor die schaduw? En vooral, voor wie ben jij als tweelingvlam ook een karmische partner? Vergeef de ander en vergeef je partner, maar ook vooral vergeef jezelf als iemand op zoek gegaan is buiten die connectie. Want dat is enkel maar een teken dat jullie beiden niet volledig toegewijd waren of zijn aan de connectie en dus niet aan jezelf. Trauma, pijn en kwetsuren zorgen dat het in stand gehouden wordt. En dus net door in contact te komen met anderen, probeert het universum jou de weg te wijzen terug naar jezelf. En zo terug naar je eeuwige zielspartner en diens onvoorwaardelijke liefde. Zo, ik hoop dat het thema karmische relaties en het stuk vooral rond bedrog en hoe dat ook weer te maken heeft met jouw eigen zelfliefde en je eigen groei, dat dat wat voor meer inzichten heeft gezorgd. Dit is één van de video's die ik in de series rond zielslessen aan het maken en het creëren en het channelen ben. Dus als je nog thema's hebt rond zielslessen of dat je tegenaan loopt en je denkt dat het inderdaad een goed thema is om inderdaad op te nemen in deze serie, zet dat gerust onderaan de video. Loop jezelf tegen stukken aan en kan je er geen, weet je niet goed hoe je eruit geraakt of wat eigenlijk de werkelijke betekenis is, dan kan je mij contacteren, een sessie reserveren en kunnen we kijken op welke manier je weer verder kan, zodat ik jou verder kan ondersteunen daarin. Zo, ik wens je nog een fijne dag en tot in de volgende video.